Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van Dutch Generation X. Het eerste en dus ook beste Nederlandstalige wrestling kanaal op YouTube, vind ik. Vandaag hebben wij voor jullie de review van WWE Evolution. The first ever historic all women's pay-per-view van WWE. En in deze review... Precies. En deze pay-per-view doe ik niet alleen. Ik heb zoals eigenlijk altijd Eike. Hoi Eike. Yo, goeiedag. En een return van Brian van de WCW filmpjes. Hoi Brian. Evolution is a mystery. Ja, precies, dat dacht ik al. Ja. Moest er wel aan denken toen. Je had al die video's tussendoor. What is evolution to you? Dacht ik, als iemand nou zegt is a mystery, dan is mijn dag gemaakt. Maar goed, niemand zei het. Ja goed, Evolution, we hebben het gehad, we hebben het overleefd, sterker nog, volgens mij vonden we het allemaal wel een leuke show. Zeker. Toch? Oh ja. Ja? Ik ben nog steeds in shock. Dat had ik nooit zo goed verwacht. Ja en nee eigenlijk, want kijk als je... Nee, ik niet. De build-up was slecht. Precies. Maar gewoon elke match, helemaal wat moest zien eigenlijk. Als je dan naar de matchcard gaat kijken, dan zie je al... Ja, er zijn er drie die op papier er al goed uitzien. En als die dan deliveren en de matches waarvan je misschien denkt, dit zou minder kunnen zijn, die zijn dan ook goed. Ja, dan is het al snel een goede pay-per-view natuurlijk. Ja. Dus we hadden het aan kunnen zien komen, maar dat hebben we niet gezien. Ik had daar nog wel, we hadden natuurlijk, er zouden eigenlijk 4 titles verdedigd worden op deze pay-per-view. Maar ze hebben de NXT UK Women's title gewoon genegeerd. Ik zie wel nu dat hij in de dark matches verdedigt. Rhea Ripley heeft van Dakota Kai gewonnen. Dus, ja, dan weten jullie dat. Brian, wat vind je daarvan? Interessant. Ah, leuk. Ja, leuk hè. Voordat ik over de pay-per-view ga beginnen, want dan wordt het allemaal heel positief en zo, wil ik nog eventjes even negatief zijn eerst. Want dat zit gewoon in me. Maak je geen zorgen, hierna is alles positief. Maar kunnen ze alsjeblieft echt gewoon ophouden met dat gezeik over dat ze zo goed zijn dat ze dit doen? Oh, ik werd er zo doodziek van. De hele tijd die veren in hun eigen reet steken van, oh, dit is zo mooi en goed en wat betekent dit voor vrouwen en oh, ik ben zo blij en oh, ik heb je net in elkaar geslagen, maar ik hou nu weer van je. Hou even op, joh. Ik kon het gewoon aanhoren tijdens de kick-off. Ja, echt. Maar ook tijdens de pay-per-view. Ik heb de kick-off niet gekeken, ik vond tijdens de pay-per-view ook gewoon erg. Ja, het einde van mij. Perfect samen, hoe dat is. Ik heb die video's op een gegeven moment gewoon geskipt ook. Ik denk, dit ga ik gewoon niet meer aanhoren. Dat is op een gegeven moment op die steentje ook samen gaan. Wat de fuck? Ja, dat is Stijn. Ja. Goed. Verschrikkelijk. En dan ook nog een ander dingetje. Die vond ik wel heel grappig. Dat ze wel gewoon de ballen hebben om Crown Jewel gewoon te promoten tijdens deze pay-per-view. Mooi toch? Gewoon dat ze dat niet negeren, maar ze gaan gewoon vol. Ook gewoon Michael Cole gewoon, die lult gewoon 5 minuten in een camera terwijl die 2 vrouwen naast hem zitten over Crown Jewel. Echt van genoten. De crowd had het ook. Ze hadden een video gestart en toen ging de crowd keihard boeren. En toen hadden ze de video weer gestopt, las ik. Dat was mooi. en dan nog een laatste ding voordat we bij de eerste match komen: dat Cole zijn mic gemute was aan het begin, was al een heel mooi detail. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft, maar. All women's pay-per-view, let's mute the men. Ja, vond ik mooi. Ja. Kan ook doorslaan. Ja, goed. Dan kunnen we nu eindelijk aan de pay-per-view beginnen. Dat was echt leuk. Aan de matches. En dan beginnen we met de opening match. Wat eerst 2 singles matches zouden zijn. Werd een tag match tussen Trish Stratus en Lita tegen Mickey James en Alexa Bliss. En dat werd een tag match tussen Trish Stratus en Lita tegen Mickey James en Alicia Fox. Want Alexa Bliss is injured. Brian, wat vond je van deze match? Alles boven verwachting. Oké. Okay. Ik was echt heel verbaasd, want dit was het eerste match en je hebt gelijk zo'n crowd, zeg maar. Ja, de crowd was lekker. Achter die hele pay-per-view door. Mm-hmm. Zo'n actieve crowd, dat vond ik zo mooi. Ik had het niet eens verwacht eigenlijk. Bij elke entrance, bij elke spot, de finishes, dat was altijd gewoon goede reacties en ik vond hier ook. Het begin van de pay-per-view, vooral heel goed in het begin ervan. En de match beter dan verwacht eigenlijk. Ik had echt niet verwacht dat Trish en Lita nog zo konden wrestlen eigenlijk. Het was best een leuke match ook. Ja, Eike, heb je nog iets toe te voegen?
Het voelde gewoon echt als een opener dit. Mm-hmm. En het begin van een pay-per-view. En dat brak ook over de hele pay-per-view een beetje. Het had een beetje gevoel alsof ik naar TakeOver aan het kijken was. Gewoon qua sfeer en gevoel erbij. En daarbij past deze match ook goed. Dus dat is meer het begin eigenlijk. Het was niet allemaal in ring hartstikke top, maar het was gewoon entertaining. Deze match. Ja, precies. Takeover vind ik een goeie, had ik niet aan gedacht met die crowd, want die crowd was echt lekker. Dat is echt zo'n crowd die zich had voorgenomen, we gaan die vrouwen even sporten, en dat hebben ze ook goed volgehouden. Dit over de match, prima, ik vond het niet goed ofzo, maar dat is prima. Stratus en Lida waren ook prima, af en toe wat rusty, maar ja, dat mag ook wel hoor. Vind ik helemaal niet. En ze hadden eigen announcer, hè, gewoon, voor Mickey James. Mm-hmm. Dit is weg voor een announcer. Zo. Ja. Ja, oh ja, omdat ze. Ja, die introduceerden hun. Ja, klopt. Dan gaan we door naar de 20 Women Historic Women's Battle Royale. Ik weet niet wat de historic. Ik weet nog steeds niet wat de historic is, maar. Ik ook. Historic Women's Battle Royale. Waarschijnlijk dat de eerste Battle Royale op Evolution is. Ja. Ja, waarschijnlijk. Oké, komt-ie. Nia Jax, Amber Moon, Peyton Royce, Billie Kay, Molly Holly, Kelly, Tori Wilson, Sonya Deville, Alundra Blaze, Maria Kanellis, Lana, Mandy Rose, Dana Brooke, Michelle McCool, Naomi, Carmella, Ivory, Asuka, Tamina, Snuka, Zelina Vega. En er staat Amber Moon weer, maar die had ik opgenoemd. Dat zijn ze. Maar, goede battle royale. Ja. Oh ja. Echt, Dit was voor mij de tweede match waar ik nog van... Alles boven verwachting. Ja. Ja. Zoals wat je aan het einde hebben tijd genomen. Goed uitgewerkt ook. Leuke spots erin gedaan. Ja, het duurt ook gewoon lang. Het is de ene langste match vanavond. Dus. Ja, gewoon lang. Ja, inderdaad. Maar hij was van heel uitgewerkt. Ja. Ook echt die tease met Emma Moon op het einde. Ik had echt op een gegeven moment van gaan we pakken op. Maar uiteindelijk nee. Ja, dat was gewoon goed. Leuke dingen ook. Ja, zelfs de dempen kon waarderen. Precies. Ik was Zelina Vega ook helemaal vergeten, moet ik eerlijk zeggen. Die kwam natuurlijk terug. Ik wel. Ik wist niet eens meer dat... Ik had niet gezien dat überhaupt dat zij onder de bottom rope was gegaan. Nee, precies. Ik had geen idee dat ze terug zou komen. Nog opeens was ze daar. Ik dacht, oh shit. Terwijl ik net... ik zag het op Happening toevallig. Ik wou net gaan zeggen... dit lijkt wel een beetje op Benoit met Big Show. En toen kwam Zelina Vega. Ja. En toen dacht ik, dit lijkt wel een beetje op Del Rio met Santino. Maar goed. Ja. Uiteindelijk wint Nia Jax. Dat vind ik jammer. Maar dat ben ik. Het is wel een logische keuze. Die match moet hebben afgemaakt. Ja, dat moet ik wel zeggen. Ik heb niks met Nia Jax. Maar zij heeft wel de beste singles match met Ronda Rousey tot nu toe gehad, in mijn mening. Dus op zich mag dat voor mij nog een keer gebeuren. Ik ben wel benieuwd daarnaar. Brian, jij nog een mening over Nia Jax? Of? Ze was toch injured of zo, toch? Ja, voor mij is ze teruggekomen van een injury laatst jaar. Ja, ik weet niet of dat aan mij ligt, maar is ze een beetje dikker geworden of leek ze gewoon... Anders deze pay-per-view. Geen idee. Ze is altijd dik geweest. Dus dat heb ik niet echt opgelet. Maar het zou kunnen. Als jij het zegt. Ja, oké. Misschien moet ik het aan iemand op Facebook vragen. Na die match. Tijdens de red carpet had je daar een kick-off. En na de match had je zo'n interview met haar. Dat leek een beetje breder gezicht. Gewoon een kleine toevoeging. Maar ik vond het wel leuk dat ze vonden. Ik zie wel graag uit naar de tweede match tussen die twee en tussen haar en Ronda. Oké. Dan gaan we door, hè? Ja. Mayhem Classic, Tournament Final. Ja. Ik ben de enige die de hele Mayhem Classic gezien heeft hier. Ja. Je had Tony Storm tegen Iro Shirai, als ik Alundra Blaze moet geloven. Want dat zei ze namelijk toen ze de halve finale gewonnen. Maar het is Io. Niet erg voor Alundra. Geeft niet. Ik moet zeggen, kijk, ik heb natuurlijk die hele tournament gekeken. En je had een soort van... De meeste shows waren... De opener was goed. De main event was goed. En de middelste twee waren... Huh? En dit voelde een beetje als een lower level main event van de Mayhem Classic. Want het was, de meeste main events waren 3,5, 3/4. Ik vond het net daaronder zitten nog.
Ik zat meer op 3-1-4 bij dit. Ik zat 3,5. Ik heb uiteindelijk 3-4 gegeven. Ja, dan dat zag ik. Vond ik raar, maar dat geeft niet. Ik vond het wel echt een stap minder dan sommige matches die ik gezien heb in de Mayhem Classic zelf. Neem niet weg dat het wel een goede match was nog steeds. Dit is dus eigenlijk dit was de derde match. En voor mij was deze iets wat onder verwachting. Maar goed, dat geeft niet. Het was nog steeds een goede match. Jullie vonden hem iets beter dan ik dus. Ik vond het goed. Maar jij bent ook niet helemaal onpartijdig, hè? Nee. Ik pas echt net begonnen aan de Mayhem Classic. Ik ben net terugkijken. Ja, maar je hebt... voor mij was het gewoon wel een goede match. En, ja, dat was ook een goede match. En we bereikten met deze pay-per-view de one-hour mark, zeg maar. En voor mij, ik heb geen één minuut verveeld deze pay-per-view. Nee, dat had ik inderdaad helemaal niet. Maar jij bent ook een beetje vliegtuig in de storm, hè? Ik heb geen minuut verveeld. Het was echt gewoon die opener, de Battle Royale en deze match. Goeie match. Die ging over iedereen. Ik vond het echt gewoon geweldig, gewoon goed. Ja, ik denk waarschijnlijk waarom ik het niet zo goed is, omdat hij vrij kort was. Als hij iets langer was geweest, had ik hem waarschijnlijk iets beter gedaan. Ja, wat was kort, ja. Het was wel een goede match, hoor. Maar gewoon niet zo goed als ik dacht dat hij zou zijn. Nee, niet kunnen verschillen. Nou, ja, vind ik niet, maar... Oh. Mijn mening verschilt daarover, Eike. Mijn mening verschilt over dat meningen kunnen verschillen. Ja, goed. Kijk. Willen we nog iets zeggen hierover? Tony Storm heeft gewonnen trouwens. Ja, wat vinden we daarvan? Brian, mijn nieuwe crush. Ja, ik wou net zeggen. Daarom zei ik niet onpartijdig. Omdat je een beetje gek wordt, doop. Ja, oi. Ja. Ze zit op de NXT UK brand trouwens. Dus ik ben benieuwd. Ze gaat niet de UK title winnen trouwens. Dat is spoiler. Wat krijgt hij binnen trouwens? Dat ja, trofee. Verder hebben we nog niks gehoord over wat hij krijgt. Waarschijnlijk zal hij een title shot krijgen. Ja, het zal, ja, weet je, ik kan vertellen, maar dat is een spoiler voor NXT UK. Nee, doe maar niet. Ja, daarom. Doe maar. Dat is maanden geleden opgenomen. Daar hebben ze helemaal niet meer gedacht. Maar dat is, de komende weken gaat daar niks gebeuren dus. In ieder geval. Dus dat zal het normale NXT moeten zijn. Zullen we daar naar de volgende match gaan? Ja. Dat is de Riot Squad. Ruby Riot. Liv Morgan en Sarah Logan. Tegen Sasha Banks, Bailey en Natalya. Ja, Eike. Ik hoor je ook God zeggen. Ja, het was niet vanwege deze match. Maar als maar één iemand deze hele pay-per-view ergerde, dan alle filmpjes en weet wat allemaal is wel Sasha Banks. Oké, ja. Je moet bij alles huilen. Helemaal mee eens. Heel verdrietig gezicht ook. Nee, wat is het? Ik heel nep. En voelde heel nep aan. Ja, precies. Ja. En kijk, Bailey, daar ben ik ook geen fan van. Maar die zie gewoon... op weg blijven en dat soort dingen. Niet dat je zo net jankend rondlopen, weet je wel. Ja, ja, dan moet je heel even spijt. Maar ja, ik vind ook, dat is een beetje al, deze preview was heel erg, maar het is maandenlang al een beetje Sasha Banks probleem dat hoe ze overkomt is alsof ze een beetje vol van zichzelf en een beetje nep is. Zo komt ze op mij precies. Over. En dan krijg je, en heb je ook die verhalen volgens mij derde een keer verteld over dat ze niet vond dat Liz tegen Trish of zo. Dat ook een keertje was. En dan heb ik iets van honderd. En ze heeft ook al tijden, zeg maar, op NXT heeft ze hele goede matches gehad. En eigenlijk tijden al geen goede match meer gehad eigenlijk, singles. Nee, en nadat die feud met Charlotte ook is, toen ze echt van title wisselde, heeft ze geen goede match. En ook, geen echt match. Ja, en dat lijkt een beetje dan alsof ze, dat komt op mij over, alsof ze zich gewoon niet oplaat voor die niet-title matches. En dat vind ik een beetje zwak. Ja. Maar goed, Brian, wat vind jij van deze match en wat vind jij van Sasha Banks? Sasha Banks, nooit echt een groot fan van geweest. Oké. Match zelf, ik vond hem leuk, maar ik begon hier een beetje in te kakken qua live kijken. Dus ik viel op het einde een klein beetje slaap, ik werd wakker met de finish en toen viel ik weer in slaap. Oh ja, dat is waar. Jij hebt hem live gekeken s'nachts natuurlijk. Ike en ik hebben hem vandaag gewoon teruggekeken. Vandaag is maandag. Ja, bij deze match begon mij een beetje echt
Ja. Ik vond het wel weer een goede match. Ik weet niet, Eike, jij ook? Ja. Ik vond het wel goed. Het was wel een beetje standaard warm match. Ja. Maar dan niveau hoger. Ja, precies. Ik vond het net een stapje hoger dan wat ik van de Riot Squad gewend ben eigenlijk in die 6-1. Het was ook een leuke 3 tegen 2 handicap match. Ja. Maar ja, met al jij dat jullie moesten gedaan. Ja. Die heeft dus een dubbele sharpshooter gedaan. Hoe was hij weer uit de ring? Ja, ik weet niet of maar ja, het was goed en leuk. Je hebt het gemist. Ja. Kijk. Ja, dat is kut voor je. Dat is ook een punt. Goed. En die finish was trouwens lelijk, zeg. Die was slecht. Ja, dat was mij niet opgevallen trouwens. Maar hoe, ja, ik zag dat jij het zei. Volgens mij bloot ze een beetje scheef. Nou, ja. Ik was mij niet opgevallen dat die lelijk was. Maar goed, kan aan mij liggen. Gaan we naar de volgende match? Zullen we naar de volgende match gaan? Ik heb er niet zo zin in de volgende match. Het trouwens één ding wat de scoreline me op is gevallen. Ja? En daar ben ik enigszins blij om. Mm-hmm. We hebben geen segment gehad met Stephanie over de women's tag titles of niet. Dat ik echt gelachen deze tape. Ja, we zagen er alleen bij de Mae Young Classic. Ja, en in die pre-tapes. Ja, precies. En de Mae Young Classic. Maar geen women's tag titles of zo. Ja. Ik had verwacht dat of hier de match al zou zijn, of dat ze hier gingen announcen, weet je wel. Ja, die komen er wel, denk ik nog, want het schijnt dat die signs, die We Want Women Tag Champs, die worden uitgedeeld door WWE. Las ik vandaag. Die komen er echt nog wel. Volgende match, heb ik niet zo zin in, maar we gaan het toch doen. NXT Women Championship. Kairi Sane tegen Shayna Overrated Baszler. Oudje, denk je. Ik ga voor deze call. Ja, nou Brian, jij hebt deze match toch niet gezien, dus dat mag. Nee. Moet zeggen, ik weet jullie het meer. Ik vond dit de tweede goede Baszler match die ik gezien heb, weer tegen Shane. Wel weer een goede match. Oh, dat was de zoveelste. High back match, het is de zoveelste. Dit was een hele goede weer. Nou, nee, ik kom niet hoger dan 3 sterren, maar goed, dat ben ik. Goede match, maar... Jammer dat ze won. Ja, ik vond het leuk. Ja. Deze is niet interessanter als champ dan die Kairi Sane. Maar ik vond die schatkist wel grappig. Ja, en verder. Want je hebt wel een kut gimmick. Ik vind het wel grappig. Oh joh. De Kairi Sane is echt puur shit. Ja, hoe lang heeft hij het belt nou gehad? Ja, maar het enige wat ze kan zeggen is Evolution. Nee, dat is, nou, maar dit is racistisch. Nee, maar... Ze is gewoon Japans. Daar kan ze niks aan doen. Ze is Japans, ja, precies, maar... Dan kan ze dus niks zeggen. Om het interessanter te maken. Nee, maar dan moet je andere dingen doen om het interessant te maken. Kan ik niks aan doen dat ze dat niet gedaan hebben. Ja, weet ik, maar daarom... Kan Baszler ook niks aan doen. Sorry. Misschien wel het belangrijkste om het over te hebben deze match is dat die andere twee, geen idee hoe ze heten, van de Four Horsewomen, en de vierde is natuurlijk Ronda Rousey, die interfereerde deze match. Erop lijkt dat ze dus dat stable dingetje vanaf nu gaan doen. Ik moet zeggen, dat vond ik dan nog wel leuk, want ik wist al dat Baszler ging winnen, dat had ik helaas al gezien. Dus daar was ik dan eventjes dat ik omhoog veerde. Maar verder, ja, jammer. Wat vinden jullie ervan, die twee? Four Horsewomen? Ja, ik ben benieuwd of... Die ene is de vrouw van Mark Strong, toch? Geen idee. Als jij het zegt. Dat soort dingen interesseren. Nee, dat heb ik... Of was het NXT heel verhaal over? Ja, die was wel erbij betrokken, maar ik heb het er niet herkend als ik eerlijk ben. Oké. Maar in ieder geval... Ja, ik heb ook de derde helft gezien van die match. Alleen de finish. Ja, maar dat was ook niet mijn vraag. Hey. Mijn vraag was wat je ervan vond. Nee. Van inderdaad, we hebben het over de match of gaan we het over die twee... de vrouw van. Ik dacht of die twee dames niet te vinden. Wat vind je daarvan? Ben je daar blij mee of niet? Het is er wel trouwens. Ik kan het niet opgezocht. Het is er wel. Het is de vrouw van Roderick Strong, ja. Zeg toch? Ja. Ja, maar... Maar dat was niet het punt. Goed. Nee, maar ik kan niks over oordelen. Ik heb het niet gezien. Marina Schiff... Het gaat om die... Oh. Oké, okay. Wat vind jij ervan dat nu een stable wordt? Ik vind het wel leuk. Jezus Christus! Wel een machtig. Brian is één keer terug en dat is meteen weer gegaan. Ik werd wakker toen ze tapte, zeg maar. Dus ik was helemaal blij dat Baszler dat had gewonnen. Ja. Maar ik had helemaal niks meegekregen van die twee dames. Spanje, ik voel echt geen kut meer met dat op dit moment. Oké.
Wat verwachten we ervan? Wat gaan ze nu doen? Ik denk dat ze heel even op NXT als stable doorgaan. Ja? En ergens volgend jaar misschien wel samen met Ronda op main roster dan samen gaan. Ja, maar is dan Ronda heel turn of deze drie face turn? Huh? Ronda heel turn of deze drie face turn? Dan eerder Ronda heel turn, denk ik. Of ze gaan juist die wat ook is gebeurd, is dat je een Ronda tegen Shayna natuurlijk uiteindelijk krijgt. Dat lijkt met z'n drieën waarschijnlijk weer Ronda bijvoorbeeld. Dat kan ook, ja. Dat hoef ik niet te zien in principe, maar dat kan ook. ja goed, zullen we dan doorgaan naar de volgende match? Is goed. Brian, ben je er ook nog? Oh. Ja, ja. Iedereen is er nog? Oké, okay, gelukkig. Ja, jouw ding. We leven, jij bent de host. We leven allemaal nog. Yes, ja. Yes. Last Woman Standing Match. WWE SmackDown Women's Championship. Becky Lynch versus Charlotte Flair. Ja. Ja, dit viel een beetje tegen, hè? Ja, ja, echt. Zeker niet de beste women's match ooit in WWE. Sorry, wat zeg je, Eiken? Oh, zeker niet. Oké, zeker niet. Ik dacht, ik schrok al. Nee, echt zonder grappen en grollen. Wat een prank. Nee. Ja, dat is een goede match. Kutkijs. Ja, ja daar komen we precies. Ik zei niks negatiefs. Ik ga straks toch nog iets negatiefs zeggen. Maar laten we eerst even die match zelf doen. Dat is leuk voor die meiden, joh. Ja. Ja, ik vond het... Maar ik zag dat ik die NXT Women's Titles matches allemaal iets lager heb dan Meltzer en zo. Maar ik vind dit de beste Women's match sowieso in WWE die ik gezien heb. Ik ook. Met een afstandje ook nog wel. En ja, dit was gewoon dit was ook gewoon een van de betere last person standing matches die ik gezien heb. Want ik ben er niet zo fan van namelijk. Ik wel. Dus, nou, ik ben niet zo fan maar van... Maar wel inderdaad een van de betere. Het duurt altijd zo lang dat counter. Ja, maar dat viel dus dit wel mee, omdat vond ik ook niet gedaan werd. Ja, goed. Maar ja, gewoon six spots. Ja. Gewoon kick-ass, toch? Die leg erop. Dit neemt me een beetje denken aan Triple H Jericho. Ik weet niet of je die gezien hebt, maar... Ja, die heb ik wel gezien, volgens mij. Yeah. Dat was rond die kaliber. Die in 2000 bedoel je? Ja, 2000. Die heb ik sowieso gezien dan. Ik heb heel 2000 gezien, dus... Ja, ik had die pay-per-view nog net gezien met hem. Ja, ik kan wel wat doen. Ja, ja, ik moet wel zeggen, toen Charlotte maar op bleef staan, dacht ik wel even dat ze ging winnen. Ja, ik zag super China aan. Ja, dat was precies het idee wat ik had. Ik dacht van, ze maken haar nu al heel erg overpowered. Maar ja, toen won Becky toch, dus dat is geen probleem. Ja, hoor, die power bomb. Ja, sick. Ik zag het meteen, zagen jullie het ook? De ref die hield Becky vast bij haar attire voor die power bomb, zodat ze niet van de apron viel. Vond ik grappig. Ik dacht dat ik het over de chair had. Nee, die had ik ook gezien. Ja. Maar toen Becky die pauw... Hij pakt daar zo bij de tire vast. Een beetje het shirtje vast. Ik dacht, wat doe jij nou? Maar toen dacht ik, oh, hij is dat zodat hij niet meevalt. Ja, en die chair ook inderdaad. Ja. Dan nu even negatief. Ja. Negatief wat ik ga zeggen. Misschien dat Eik zegt anders is. Maar je had twee neervals, zeg maar, soort van bij Charlotte. Waarbij ze niet opstond. Ze lag gewoon nog dat hij stopte met counten. En toen was de finish. En toen vond ik dat Charlotte daar eigenlijk wel stond. Ja. Toen stond ze gewoon op de twee voeten namelijk. Dus dat vond ik een beetje jammer. Dat haalde toch net even dat gevoel van... Waarom nou? Je moet op twee voeten staan. En er stond op handen en voeten. Ja, oké. Okay, maar ja, dus het is nog wel de finish. Zeggen. Maar... als je kijkt waar die eerder stopte, dan denk ik, dan moet je nu zeker stoppen. Want het slaat nergens op. Dat is zeker waar. Was inderdaad, bij die laatste val stond ze meer op dan bij die andere twee. Ja, precies. Was het echt een beetje knieachtig. Ja. Ja, twee keer stond ze gewoon op één knie. Ze zat nog op één knie. Ja, hij stopt gewoon. Nee, je moet niet stoppen. Het staat al niet. Toen op het moment bij de announcers table ook. Dat net nog al de chair maken. En dat ze tegen Becky zei, is het al een gap, weet je wel? Ja, toen zei ze na de mindcount, ja, maar en toen zat ze de hele tijd op de knie. Precies! En toen kwam Becky vast, alsof ze gewoon helemaal verkeerd gemind had daar. Ja. Weet je wel? Nee, ja, ze moet gewoon eerder staan. Maar goed. Ja, precies. Nog andere opmerkingen? Nee, nou ja.
applaus voor deze match. Ja. Ik ben blij dat ik die live heb mogen kijken. Dat was echt... wat jij zegt... voor mij misschien wel de beste, ook de beste moments, dat weet ik nog niet zeker. Maar zelf top 3, één van ever. Het is gewoon een match of the year contender voor de main roster. Ja, precies. Het is mijn enige vierde voor mijn main roster. Nou, ik heb 4,5. Ja, ik heb wel een hele lage, dus 4,5. Maar ik denk wel dat dit mijn... Kijk, de Men's Rumble is 2 en ik denk dat dit net wel erboven zit. Dus... Ja, de enige die voor mij dan in de buurt nog had kunnen komen was... Buddy tegen Mustafa. Oh ja, 4,5, ja. De goeie. Dat is ook main roster. Ja, vind ik niet echt main roster. Ja, dat is waar. Six-man match. Sorry, wat zeg je nou? Six-man? Ja, de Fastlane Six-man title. Oh, die six-pack. Ah, ja, dat is laag. Moet ik zeggen dat ik heb er gewoon helemaal niks van herinneren. Ik kan me herinneren dat die match gebeurd is, maar niet wat ik ervoor heb en wat ik ervan vond. Dat is gewoon een compleet continuatie. Dat was ja. Ja, een beetje 4,5. Zullen we naar de main event gaan dan? Doe maar, joh. Oké. Okay. Ja, helaas zit niet in main event. Ja, dat is wel waar. Ik had liever dit als main event gehad. Maar ja, Raw Women's Championship. Ronda Rousey verdedigt tegen Nikki Bella met Brie Bella en Vlag ringside. En de Bella Army match. Ja. Jullie vonden dit allebei een goede match volgens mij? Ja, gewoon goed. Ja? Ja, gewoon goed. Gewoon goed. Okay. Ja, ik vond prima. Ik weet niet wat Eike gaf. Prima. Maar... Eike heeft 3 sterren. Ik heb 2, 3, 4. Jij hebt met 3,5. Jij hebt 3,5. Ja, ik vond entertaining. Dus ik denk, geef 3,5. Eén probleem wat ik met de match had, want op een gegeven moment moet het best wel leuk worden. Maar ik had veel mooie momenten. Ja, dat ik dingen ging irriteren, weet je wel. Want ze begon best leuk. De manier waarop ze moesten doen, was inderdaad hoe ze deden. Met dat de rest steeds afgeleid was, die erin kon. Want dan heb je in ieder geval... geloofwaardig houden dat Nicky in controle is. Maar op een gegeven moment, met die submission, was even. Er zat geen spanning in. Nee, klopt. Ik heb me best een aardig deel van deze match verveeld. En dan ben ik natuurlijk ook nog niet de grootste Bella-fan. Dus dat zorgt er dan ook voor dat ik een beetje achterover zit. Maar ik moet zeggen, het was niet slecht. Het was gewoon prima. Het was bijna goed. Jullie vonden het goed. Is goed. Maar geef niet. Ik had een stuk minder. Dank de goden dat Ronda Rousey heeft gewonnen. Yes. Ja. Iedereen feest die hier op de worst in de hel. Precies, dat is de god, inderdaad. Ronda Rousey won. Snelle tap-out. Ook blij mee dat ze niet heel in die submission bleef. Dat was goed voor de spanning. Ja. Alleen Stephanie wist hem lang te blokken, maar dat geeft niet. Stephanie is ook een god in haar eigen ogen. Dus Ronda heeft gewonnen. Ronda. En die. En die loopt de stage op. En dan komt iedereen. Becky was er niet, Charlotte was er volgens mij ook niet. Maar goed, iedereen kwam. Iedereen ik heb wel nog een foto gezien met Becky uiteindelijk. Oké. Dat we dat die dag gedeeld hebben. Dat was misschien na de pay-per-view geweest. Ja, iedereen knuffelen, iedereen blij. Oh, wat zijn we goed. En dan vind ik toch jammer, want een hele goede pay-per-view. Waarvan ik echt iets heb van, dit is gewoon een van de betere pay-per-views van het jaar. En dan... En dan toch zo'n nare nasmaak. Dat is toch jammer. Wat ik hoop is dat ze dat nu ook weer uit hun systeem hebben gehaald. En dat ze dan vanaf nu echt weer gewoon kunnen doen alsof women gewoon normaal zijn. En niet soort van godinnen. Weet je wel, dat ze niet de eigen veer in hun eigen reet gaan steken. Maar gewoon doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Want dat is eigenlijk waar de Women's Evolution over zou moeten gaan. Dat is gewoon de normaalste zaak van de wereld is dat ze op gelijke hoogte staan met de mannen, toch? Hoeven we niet speciaal over te doen meer. Dat moet gewoon de normale zaak zijn. Dan ben je ergens waar je wil zijn. Goed, dat ben ik. Wat mij betreft, als ze dit niveau vasthouden, prima als ze dit meer gaan doen. Jaarlijks, je kan eigenlijk elk jaar de Mayhem Classic dat dan opleidt naar de pay-per-view. Prima, toch? Ja, precies. Dat zou ik prima vinden. Ja. Met die niveau gaan houden. Dat kunnen ze in principe doen. Dit niveau was goed.
Ja, het moet alleen maar beter worden eigenlijk. Want de Mayan Classic waren echt goede matches, gewoon meerdere. En als er een paar van die dames ook... Het is ook mogelijk, want als je ziet dat... zeg maar, Bailey en Sasha op NXT een geweldig match hebben. Mm-hmm. En nu de Six Women Tag zitten. Die zouden ook een goede match met elkaar kunnen hebben. Ja, precies. Als het gaat de Battle Royal. Die heeft ook meerdere vier sterren matches gehad. Ja, en je hebt kan allemaal beter. Een lichting die eraan komt, die denk ik een goede match gaat hebben. Dus positief. Alleen dan wel iets beter beeld op, alsjeblieft. En probeer het niet 5 dagen voor een Saudi-Arabië show te doen. Ja, dat nee. Maar goed, we zijn allemaal heel positief en blij. Wauw. Mooi. Ja, ik vond het niet zien aankomen. Ik vond live ik heb ervan genoten. Elke keer was goed. De volgende keer wil ik zelfs overwegen om gewoon een viewing party te organiseren. Wauw. Maar dan gaat het weer mis op. Oh ja, dat is waar. Dat moeten we niet doen. Alleen Mania was een redelijk succes. Ja, en Rumble ook. Goed. Ook redelijk. Hè? Ja, redelijk. Dan sluiten we af bij deze. Maar niet voor lang. Want Crown Jewel is vrijdag al. Dus woensdag denk ik preview daarvoor. En dan bij deze. Volgens mij ben jij er ook bij, hè, Brian. Dat wilde je. De preview, ja. Oké, mooi. Dus dan zien wij jullie allemaal. Of, nou, we zien jullie niet. Jullie zien ook ons niet. Jullie horen ons allemaal. En dat zijn er niet veel. Komende woensdag. Doei. Tot ziens. Nee, dat was mij niet.